zijn ook hele bijzondere 3D-uitvindingen, zoals geprinte oefenbaby's. Deze poppen worden tegenwoordig in de neonatologie gebruikt. Om artsen op te leiden om te intuberen en hartmassage te geven bij kinderen. Met de two-thumb techniek, dus op de borstkast te drukken. En te intuberen met een aantal hulpstukken. Door de mond open te doen om de slang in te brengen. Het proces waar ik mee bezig ben op dit moment, is dat nog een stap verder te trekken. Hier hebben we twee ribbenkasten in flexibel materiaal geprint, die dus ook van een echt kind zijn. Dus de maataanduiding is ook een kopie daarvan. We hebben daarnaast ook een set longen geprint uit een heel delicaat materiaal, of in ieder geval een siliconen materiaal, wat eigenlijk ook een beetje aangeeft hoe flexibel en hoe fragiel het in het echt eigenlijk is. En als we nagaan dat bij het intuberen een slang van deze maat in de luchtweg geschoven moet worden, dan krijg je al een beetje een idee van de moeilijkheidsgraad, van hoe moeilijk het eigenlijk echt is. Dan hebben we ook een volledig model van het botweefsel van een voldragen kind. Dus het was 40 weken. Dus je moet het moet voelen zoals werkelijkheid en eigenlijk ook uitzien als werkelijkheid. En je wil een stukje meten intern. Dus als iemand iets doet, die slang die gaat die luchtweg in, wil je meten hoe goed iemand dat doet. Maar je wilt eigenlijk ook meten hoe goed een uitvoer is van een bepaalde handeling. Willen we eigenlijk ook een aantal sensoren integreren. Hier is daar een voorbeeld van. Waarbij we op de kaakspieren van de mond hebben een aantal sensoren gebouwd. Waarbij we de lift van de kaak in een van de handelingen in de procedure en de opening van de mond met reksensoren kunnen monitoren. De doelgroep van dit project zijn eigenlijk de neonatologen, dus kinderverloskundigen en de verpleegkundigen die daarbij zijn op de neonatal intensive care units.